girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Een heel goede middag. We zijn nu. Wat staat er op de planning vandaag? We gaan vandaag. Wat staat er op de planning? Ik ben nog niet zo lang wakker, dus sorry daarvoor. Maar ik heb mij ondertussen ook al klaargemaakt. En de planning is vandaag eerst naar de Gemenia gaan. Achter de Formule 2019 te gaan halen. Formule 1 2019. Dat ik al een redelijk lang naar uitkijk. En we gaan vandaag ook naar Victoria Deluxe. We gaan van ook. Ja, ik ga daar gaan meehelpen. Daarom dat ik proper gekleed ben. We gaan daar gaan meehelpen. We doen een barbecue en zo. En we gaan een leuke dag van maken. Goedemorgen. En ja, we gaan er een leuke dag van maken. Dat is een beetje het belangrijkste van vandaag. We gaan barbecue eten en een keer met die mensen. En ik moet daarvoor werken en we gaan er een heel super leuke dag van maken. Dat is belangrijk. En we moeten gewoon ons amuseren. Soms moet er een keer gewerkt worden voor iets leuks te hebben. En dan doen we, daar werken we daarvoor. Hè. En ik kijk zodanig uit, wanneer mijn brommer klaar is, ik kijk daar echt zwaar naar uit. Ik zei gisteren naar de politiebureau geweest. Maar blijkbaar moet de vorige eigenaar meegaan voor die papieren aan te vragen. En moeten ze de brommer zien. Oké, ja. Toen ik heb gebeld naar die. Aan de eigenaar. Maar we spreken dan wel een keer af dat we samen naar daar gaan. Dus. En ja, nu is het gewoon alles in orde maken. Maar kijk, ik zie jullie later. Zoals je ziet zijn we terug. En ik heb ondertussen lekker gegeten. Ja, we hebben een pastatje gegeten. Nu ben ik op weg naar Victoria Deluxe, want ik moet daar ben nog niet 40 minuten, 50 minuutjes zijn ongeveer. En we gaan wel werken, dan lekker barbecue eten. Dus we zijn niet onderweg. Ik hou je zeker een update. Check hoe mooi dat is. En we gaan ervan genieten. En ik kan niet anders zijn, het is mooi weer. Lekker, we zien ons nog een ons mooie hand. Ons graafkasteel, waar we trots op mogen zijn. En volgende tram. En ik ben echt super content. Dus, wat goed weer is, is het mooi, maar wat slecht weer is, is het. Maar het is mooi weer en we houden van hem. We gaan nog een leuke namiddag en ik geef jullie vanavond nog een update. En waarschijnlijk gaat van het weekend mijn brommer klaar zijn, normaal gezien. En we gaan, dan breng ik er ook beelden van. Maar nu gaan we, zoals je ziet, richting de Victoria Deluxe. Maar kijk, ik zie jullie later. Gaan we verder. En zoals je ziet zijn we bijna toegekomen bij Victoria Deluxe. En we gaan zoiets wat werken. Eerste keer hebben we een blaas leeg en zo. En we gaan er een leuke dag van maken. Want ik ga niet meer kunnen filmen, want ik ben redelijk dan druk bezig. Maar ik neem jullie het nu mee en erachter nog een klein verslag brengen. Kijken hoe laat dat wordt. En we gaan redelijk wat werken dus. Dus ik heb ook al iets licht gegeten op mijn mak. De wanneer dat ik kan eten. Maar ik doe liever eerst mijn werk en dan dat ik dat kan eten. Dus
Allee ja. En zoals je ziet, zijn we er bijna. Dus dat is wel belangrijk. En we gaan, kijk, nog een half uurtje. En ik kan wennen op mijn gemak dus. Allee, op mijn gemak. Nog een half uurtje ben ik op mijn gemak. Maar zoals je ziet, ben ik naartoe komen. Zo. Voor ja, ik ga het hier laten zien. Voilà. Victoria Deluxe en we zijn er. Dus ik zie het wel volledig zitten, maar kijk. Ik zie jullie later en geniet van jullie dag. Een heel goeie avond. Allee, ja. Goeie nacht in feite. We zijn nu onderweg richting huis, zoals je ziet. En ja, ik ben dood, jongen. Ik ben letterlijk dood. We gaan straks nog het filmpje uploaden van vandaag. Want ik ben dood, maar ik kan het spel ook al installeren. En we gaan op onze maxken nog zijn, niet te laat maken, want we zijn moe. En we hebben lekker barbecue gegeten. En het was echt mijn lucky day today. En ik heb Kurt van Biezenbazen tegengekomen. Allee ja, ik sta ermee op foto's zoals jullie kunnen zien. Op Facebook en op Snap en zo. De mensen die mij daarop volgen. De mensen die mij nog niet geabonneerd zijn, abonneer. En ja, we gaan een hele tijd. We gaan voor de 1000 abonnees. Dus deel, like. Deel het met je vrienden tussennoots. Hun vrienden, uw vrienden, hun vrienden. Maakt niet uit. Abonneer. We gaan voor de 1000. En dat is zo belangrijk hoor. Wij gaan nog leuke dingen doen. Brian zit in Kortrijk. Niet te zat, jongen. Jimmy, hij ook niet. Maar de volgende keer ga ik erbij zijn. En ja, ik moet nu nog een goeie half uur, 40 minuten stappen. En we gaan de hele tijd, oh ja, hele tijd niet, maar gewoon op ons gemakske richting huis. We hebben barbecue gegeten, we hebben lekker dessert gekregen. En de hele tijd achter het toog, aan de toog moeten werken. Aan de bar. En ja, we hadden een goed team. We waren alle drie gemotiveerd. En dat is het belangrijkste. Het was geen enkele fout gebeurd. Geen enkele. Dus we gaan strakjes de film kunnen uploaden. En bij deze neem ik jullie mee richting mijn huis zoals je ziet. En maar kijk, ik zie jullie straks als ik bijna thuis ben. Abonneer, like, delen via je vrienden. En zoveel mogelijk. Like deze video zeker. En sorry dat het nu donker is, want het is een donker stukje dat ik aan het wandelen ben. Allee, maar kijk, ik zie jullie straks. En een verdetje. Zoals je ziet, zijn we nu bijna aan de watersportbaan. En ja, we gaan. Dus zoals je ziet ben ik bijna, ben net voorbij op een fijn. En we zijn bijna aan de watersportbaan. En ik ben bijna thuis. Dus ik ben moe. Dus zoals je kunt zien, zit ik mooi over. Maar ik ben dood op. Maar ik heb me wel rot geamuseerd. En we gaan. Ja, ik ben niet zat of zo, als dat zo klinkt, dan leg het aan. Omdat ik moe ben. Ik heb geen druppel alcohol aangeraakt. En ik drink bijna niet, maar
als ik met vrienden weg ben of ik heb familiefeest, dan durf ik wel een keer een glaasje of twee, drie drinken. Maar als ik met vrienden ben, dan laat ik me een keer gaan. Dus. Maar dat is zo om de hoeveel tijd. Eén keer in een maand of zo. En ja, we gaan. Ja, ik ben echt dood op. Ik ben nu al ongeveer een goede al langer over een half uur en stap het 40, 45 minuten ver. En we gaan thuis komen. We gaan morgen vroeg. Maar ik ga morgen bij de kindjes, dus ik ga dat ook filmen. En sorry dat ik wel moe ben en dat ik herhalen ben. Leuke namiddag meemaken. En dan zie ik ze met mijn kinderen ook nog een keer. En ze hadden mij gevraagd dat ik er wel afkom. Dus ik zei, waarom niet? Dus morgen gewoon in namiddag bij mijn kindjes. Lekker genieten van Lana en Thijssen. En ik ben mega trots op hun. Dus. En normaal. Angelo vandaag mijn stukken moeten binnensteken ofwel morgen, zodanig dat we het ook voor voort kunnen doen. En ja, we gaan dan komen er de eerste beelden van de brommer en het geluid ook trouwens. En we gaan zodanig hard gaan met de brommer en hard gaan. We gaan ons ook aan de regels houden, maar we gaan een paar dingen doen. Dus, maar dat gaan jullie later wel zien. En we gaan ritjes doen. Dus gaan er ook dingen komen met de camera. Met de action cam op mijn brommer. Zodat jullie kunnen zien. Dat jullie naar waar dat ik naartoe ga. En ook nog. Ja, ik ga dat gewoon verwerken met vlog dan. Dus dat zijn zo de beelden dat ik, waar dat ik naartoe ga. Bijvoorbeeld rijd ik naar Snelle. En dan rijden we gewoon. Dan zien jullie waar dat ik, hoe dat ik rijd en hoe. Dus. Allee, ja, maar kijk. Abonneer jullie zeker op de kanaal. De Coast Pack. Abonneer jullie op mijn kanaal trouwens. Abonneer op BC Manga Gamers. En abonneer bij Snel 1993. En ja, ik wens jullie een goede nacht. Ik ga thuis komen, video uploaden en slapen. En ja, ik zie jullie morgen, nieuwe dag, nieuwe vlog. En een verdetje. Een heel goede middag. Welkom bij een nieuwe vlog. Een nieuwe dag, nieuwe vlog. Wij gaan nu weer richting Blaarmeersen. Want Brian had mij gevraagd voor te komen. En ja, we gaan een leuke namiddag maken. En normaal ging ik mijn GoPro mee pakken voor in het water en zo. Maar ik ga het niet doen. En ja, we gaan er een leuke namiddag van maken. Ik zal jullie laten zien dat ik toegekomen ben bij BC Manga Gamers. Snelle gaat er ook waarschijnlijk bij zijn. Anisha gaat er bij zijn. En nog een paar andere. We gaan. Dit is ook trouwens koers bij ons hier op Blaarmeersen. Dus. Ik weet niet wat ik nog ga doen. Maar ik neem jullie alleszins mee richting de Blaarmeersen. En we gaan er nog een zware en een leuke tijd van maken. En een vetje.